Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we de vorige aflevering nummer 44 hier in Japan. Heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken, zoals je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop. En zij die aflevering verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Maar in december dus ook op de woensdagen een video. Dus je kunt van mij dit keer in deze maand 3 video's verwachten. Goed, gaan dus verder in Japan waar we gebleven waren. Zijn dus al wereldkampioen bij de coureurs. Kunnen helaas niks meer updaten, want we moeten de faciliteiten dan dus even gaan updaten. Het kan pas denk ik einde seizoen 3. Als het contract met Max hebben verlengd voor het volgende seizoen. Maar goed, volg jij maar niet op de sociale media. Dan zal ik het even doen. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. En als je daarop klikt, dan kom je gewoon op mijn sociale media terecht. En dan kan je gewoon op volgen klikken. Vorige race verliep voor ons team heel erg goed. Max werd tweede. Pakte zijn eerste podium voor ons. Wij wonnen de race. Kijken wat we in Japan kunnen gaan doen. Spoelen de tijd gewoon wat door. En kijken of er nog wat binnen is gekomen van de kalender van de activiteiten. Nou, nieuwe onderdelen dus op de auto gezet vanwege de faciliteiten. Dat is goed om te zien. Volgens mij is het dan zo. Dus dat betekent op naar de kwalificatie. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. Flinke bewolking op het circuit. Er is gelukkig geen regen voorspeld. Dus kunnen we kijken wat we kunnen doen in het eerste kwalificatiedeel. Hopelijk dat we doorgaan naar Q2. Ik verwacht ook veel van Max Verstappen naar zijn podiumplek in Italië. Klap het dus alvast wat er is gebeurd. Max pakte daar zijn eerste podium voor ons. Dat was heel goed om te zien. Einde van mijn eerste ronde in Q1 met paars in sector 2. Daar hebben we wat last van. Volgens mij is dat Verschoor. Nee, sorry. Auger. Excuses. Auger is dat. Die is nieuw in de Formule 1 en die rijdt ons wat in de weg. Dat betekent dat we wel door zijn naar Q2, terwijl Kevin Magnussen is uitgevallen. Daar is iets gebeurd in pit lane. Net voordat de kwalificatie begon, of is begonnen eigenlijk. Dus ja, Magnussen is dus weg. Wij moeten dus focussen op onze eigen ronde. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. We hadden daar wel wat last van iemand die uit de pitstraat kwam. Daar laat Piastri ons mooi voorbij. Op dit moment groen in sector 1 en 2. Aankomen laatste bocht. Dit keer is het Richard Verschoor die ons wat in de weg rijdt. Hebben we daar gelukkig niet al te veel last van. En met het DRS laten wij een vierde tijd noteren. Betekent dat we helaas op een P9 zijn aanbeland. Dus we gaan er nog een keer naar buiten voor. Er zeker van te zijn dat wij door zijn naar het laatste kwalificatiedeel. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Max op P8. Ook hij heeft het lastig op dit circuit. En de vlag hangt uit in Q2. Met paars in sector 2. Doen we goed. En dan schieten we hier helaas wat door. En heb ik eigenlijk geen zin om terug te komen op de baan. Dus dat betekent een bochtafsnijding. Maar dat betekent wel dat wij door zijn naar Q3. Jazeker, snelste tijd op dit moment. Aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel met nog ongeveer 7 minuten op de klok.
Kijken of we ook naar de pole position kunnen gaan toerijden. Of dat Verstappen die afpakt. DRS dus geopend. Geen regen voorspeld. Dat is goed om te zien. We komen dus aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q3. Met ongeveer 5 minuten op de klok. We zijn 1 seconde langzamer dan Sergio Perez. In sector 2. De laatste paar bochten zijn wel heel goed genomen. Komen we aan bij start-finish en dan laten wij helaas een 10e tijd noteren. Geen goede ronde voor ons. Dat betekent dat we naar buiten gaan voor onze laatste keer pushen in Q3. Hopen dat we misschien wel naar voren kunnen komen. Daar wel in het rood bij de Delta. 2/10 erg boven. Maar laten we wel groen in sector 1 noteren. Ook groen in sector 2. Vlag hangt uit in Q3. Volgens mij staat Verstappen op pole position. En dan komen we aan bij de laatste bocht. Met de DRS over start-finish. En dat is de derde tijd. Hebben we het toch goed gedaan. P3 is van ons. Betekent dat Max op pole position staat. Daarachter George Russell. En wij dus op P3. Prima resultaat. Op naar de race en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. We come to you today live from the Mie Prefecture in the south of Japan's Honshu Island. For a race that has seen so many title deciders through the years. Some simple, some controversial, but all contributing to a legacy that makes the Japanese Grand Prix an indispensable stop in any Formula One season. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. World champion Max Verstappen starts from pole position. And starting next to them is George Russell. Considering the rest of the grid we have, the Professor, Oscar Piastri, Ocon, Norris, Perez, Sainz, Richard Vasseur, Gasly, Leclerc, Hauger, Albon, Tsunoda, Stroll, Magnussen, Sergeant, Drugovich, Hülkenberg, Bottas, Joe, and Nyck de Vries. That's it then. It's time to go racing as we head down trackside for today's race. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Joined once again by former Formula One driver Anthony Davidson. And they've had a lot of on-track incidents recently that could leave them low on confidence. Certainly confidence is an important factor. And every time you're involved in an incident, it's not just the car you damage, but that confidence as well. But all the top racing drivers are able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, moeten de ingenieurs dus niet teleurstellen, is het advies. Kijken wat we dus kunnen gaan doen vanaf die derde plek. Strategie is denk ik gewoon soft medium. Ik denk dat we meestal op de harde band gaan starten. Daar moeten we wel rekening mee zien te houden dat we de start wel goed gaat lukken. Strategie is hier dus, ja, zoals gezegd, hard medium. Hier switchen wij even om naar soft medium. Nou, dat is goed om te zien. Op naar de formatieronde. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Max op pole position. Russell op P2. Onszelf op de derde plek. Heel veel jongens starten op die harde band. Dus wij rijden met 2 compounden zachter. Start moet daarom denk ik wel goed gaan. En zo niet, dan hebben we gewoon pech gehad. En dan kunnen we het volgen op het rechte stuk. Maar goed, eerst de vraag. Komen wij goed of slecht in onze positie terecht? Dat is de vraag.
Jazeker, 0,4 meter er vanaf. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 44 van F1 23. My team, Karim, moet onszelf op P3 met Max op pole position. Russell op P2. Wij hebben die zachte band. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Japan. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Kijk hier al gelijk bij Verstappen. En die is helemaal teruggewezen naar de derde tijd. Maar wij pakken de leiding af. Ja, op dat rechte stuk, op dat hele korte rechte stuk naar de eerste bocht toe. Uitstekend benut van die zachte band. Prima start. Nu is het Russell zien af te stoppen. En dan hebben wij denk ik deze overwinning wel binnen. Zo moeten we het hebben. We zitten zometeen in de derde ronde van de race. Zullen wij even de snelste race ronde noteren. Maar Verstappen pakt het af. Het is 1.30.2. En de DRS is ingesteld en beschikbaar door race director. Dus dat betekent dat Russell zometeen naar ons kan toerijden. We hebben wel een beetje moeite met de bochten en dat ziet Russell. En dat is een touché. Russell heeft ons geraakt. En ik denk dat hij naar binnen moet. Of hij rijdt door, maar hij heeft wel wat volvleugelschade opgelopen. Kan hier niet echt kijken. Hier gaan we verdedigend rijden. Russell kan hier helemaal niks. Zo behouden wij de leiding in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Herhaling van de start, wat er zo net is gebeurd. Waar wij een topstart hadden. Wij kijken dan daar naar de buitenkant omdat Max die binnenkant blokkeerde. En zo pakten wij gewoon P1 af. Uitstekende start, Russell ging ook gelijk mee. Max had daar even moeite met Norris daar. Zij aan zij, maar toch komt hij daar als derde uit de strijd. Wij dus aan de leiding. Dankzij een prima start in Japan. Zitten we in ronde nummer 8 van de race. Als Russell naar binnen is gedoken, denk ik voor een nieuwe neus. Nee, hij rijdt nog met die kapotte voorvleugel. En is helemaal weggezakt. De planning is eigenlijk om naar binnen te duiken voor de medium band. En dat gaan we ook doen. We gaan proberen de undercut te slagen op Verstappen die op de harde band rijdt. Pitwindow is ook nu open. Perez komt ook naar binnen. Hetzelfde geldt voor Norris. Ik kom met 2 een prima pitstop. Die komen denk ik terug achter Hulkenberg of Albon. Verder nog. We komen helemaal achter Bottas terecht. Jammer. We komen dus in verkeer. En daar hebben wij Valtteri Bottas. Jazeker. En misschien Nico Hulkenberg. Nee, net niet. We kunnen hem wel passeren, want hebben die versere mediums. Op onze auto. Aan de buitenkant. Op het gras. Maar hier ernaast. En zo pakken wij P15 af. Nog 10 rondes te gaan. Max nog steeds aan de leiding. In de grote prijs. Rijdt gewoon door. Wij met overtaken kunnen naar Felipe Drugovic toerijden in de Williams. Als dat kan. En hier aan de binnenkant kijken bij de Braziliaan. Jazeker. En dan een beetje wijd duwen. En dat is P14. Op naar Stroll, maar die duikt naar binnen. Heel veel jongens duiken naar binnen voor een eerste en laatste pitstop van de dag. En wij komen dus terug op een zesde tijd. Daar hebben wij Alexander Albon. In de ronde nummer 10 van de race. En hier aan de binnenkant, jazeker, daar is net genoeg ruimte. En zo pakken wij P5 af met de paarse in sector 1. De volgende heet dan Hauger, Dennis Hauger. Ook in de Aston Martin.
Die hebben wij gepasseerd. Wij rijden weer aan de leiding, maar Max zit te kijken voor een tegenaanval en is hier misschien voorbij. Nog niet. Volgt nu dat tractievermogen. En wij hebben de overteken, dus wij gooien die ook aan. En zo pakken wij P1 weer terug. Max weer hier aan die binnenkant en is het dit keer wel voorbij. Kunnen terugkomen in 130R? Nee, helaas niet. Jammer. Zijn dus terug naar P2 verwezen. Nu proberen aan te vallen bij de landgenoot van ons en de teamgenoot met de DRS. Max verdedigt heel veel die binnenkant, maar wij vinden daar toch plek en pakken de leiding weer terug in ronde nummer 14. Dan wel een beetje wijd, maar kunnen meer snelheid meenemen, jazeker. En duwen Max daar wijd. Fel gevecht voor de overwinning. En dat betekent dat wij zometeen ronde nummer 19 ingaan met Max op P2. Norris dicht daarachter op P3. Ocon dicht daarachter op P4. En Perez binnen een seconde op P5. Laatste ronde gaat in voor de grote prijs van Japan. Kunnen wat wegrijden van Max. Wat kan hij doen met Lando Norris? Dat is de vraag. Max kan er wel naartoe rijden bij ons, maar komt wat ruimte tekort. Hier gaan wij denk ik de strijd wel winnen. Het is gewoon het rechte stuk waarin wij langzamer zijn. Vanwege de setup die we hebben gekozen voor dit circuit. Dat is wel 2/10. Wat kan Max hier aan de binnenkant? Niet zoveel. Hij heeft zometeen nog 2 pogingen denk ik voor de leiding. We zien hier dan bij de hairpin proberen. Nee, want wij verdedigen die binnenkant. Max kan er niet langs. En gaan in besparingsstand van de ERS om zometeen alles open te gooien op dat lange rechte stuk richting start-finish. En hier dus alles opengooien, jazeker. Dit is de plek wat ik bedoelde. Max volgt op 2/10. Zit wel aan te komen aan de binnenkant. Kan er niet voorbij. En daar zit Lando Norris. Norris naar P2, maar wij gaan er een beetje wijd. Dat ziet Verstappen aan de buitenkant proberen. Maar dat lukt hier niet. Dat betekent dat wij weer een race gaan winnen. Max wordt weer als tweede afgevlacht. Norris weer op het podium. Net als in Italië. Een bloedspannend slot. Maar wij hebben het goed gedaan. En het is op naar de volgende race en aflevering. Dat is de race win, my friend. Well done. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hierbij dan dus de uitdruk van de wedstrijd. Duimen, dit is de grote prijs van Japan met het snelste racehonderdpunt. Dat is goed om te zien. Wij krijgen ook drive of the day. Max naar P2. Nog eens op P3. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further up the order. En David Croft komt er in één keer tussen. Interessant, maar goed, wij leiden nog steeds beide kampioenschappen. Eigenlijk ja, is het wel allemaal beslist. Max moet nog tweede worden. Ja, druk staat wel van Lando Norris, maar hij is heel goed bezig.
mijn teamgenoot, dus dat betekent wel dat ik het contract denk ik ga verlengen met Max voor volgend seizoen. Dus voor ons een prima race, pakken de volledige score in Japan. Goed om te zien. Het teamacclaim is ook gewoon goed. Het team is zelf level 24, wij zijn level 20 en Max is net niet level 20. Op naar het sponsorgeld. Alle doelen behaald. $2,09 miljoen erbij. Helaas heb ik $45,000 misgelopen. Dus $80,000 erbij. In totaal op de bank $15,78 miljoen. We gaan dus nu alleen maar sparen voor het contract met Max. Faciliteiten worden nu even niet gekocht. Dat bewaren we voor later. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook om jij niet leuk vond. Ben trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Gremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Als je geen enkele reden van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen. Ja, staat in de beschrijving. Klik erop en dan gewoon op volgen drukken. En ja, dat zou heel erg top zijn. Maar goed, dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.